Ja, we staan hier dus in de Haarlemmerstraat in Amsterdam, bij onze eerste winkel. Dus hier zie je de vitrine en dan daarachter is al meteen de bakkerij, dus je ziet precies wat wij maken en zo. En nou, we gaan wel even naar binnen, want het regent. Dus hier hebben we de vitrine met alle taartjes. Iedere dag zo'n 50 soorten. En dat verandert. In de zomer is er meer fruit, in de winter is er meer chocola. Ik ben begonnen in Frankrijk, vlakbij Parijs. En we zijn een jaar of negen geleden hier naartoe gegaan, Amsterdam, met de kinderen. En zijn toen hier deze winkel gestart. En ja, dit is één deel van de bakkerij. Dus hier zijn ze nu bezig met boeken aan het inpakken voor kerst. Gaan we even een stukje verder. Dan komen we hier in de bakkerij. Door de week bakken we misschien een stuk of 400, 500 taartjes. In het weekend kan het 1800 zijn of zo. Dat is heel veel. En daarvoor moet je alles voorbereiden. Dus we moeten deeg maken, deeg uitrollen, deeg uitsteken. Die rondjes, dan moeten we dat fonceren. Dus in de ringetjes. En dan doe je het deegje zo in het ringetje een beetje. Gewoon een beetje nonchalant. En dan druk je het deeg goed aan tegen de zijkant van het ringetje. Ja, dit doen we iedere dag. En dan forceren we ja, een paar honderd, een paar duizend. Ligt eraan hoe of druk is. Dit hebben we net gevuld. Dus een taartje met pistache en framboos, een taartje met peer en hazelnoot, een taartje met peer en amandel en een taartje met abrikoos en pistache. Nou, alles wat hier ligt, dat staat ongeveer ook allemaal in het boek. En gewoon onze eigen recepten, dus geen trucjes of dingetjes, gewoon wat hier ligt, dat staat ook allemaal in het boek. Dus dan kan iedereen dus thuis dezelfde taartjes maken als wij. Het boek bestaat uit sfeerfoto's, dus uit Parijs, zoals hier bij de Eiffeltoren. We hadden ook één foto, dat was deze. Toen zijn we om 6 uur opgestaan, want we wilden per se bij de zonsopgang wilden we een foto hebben van een croissant, zo met de Eiffeltoren op de achtergrond. En dan staan er al de recepten in die ik heb geschreven. En dan staan er foto's in die wij hebben gemaakt van de taartjes. Bijvoorbeeld dit taartje. Nou, dan ga ik daar 10 van maken of zo. En, want als we gaan fotograferen, dan doen we soms heel veel taartjes op een pagina. Of we nemen er een hap uit, of we maken een stapel. Dus ik maak altijd van alle taartjes, of alle dingen die we fotograferen, heel veel exemplaren. Zodat we er van alles mee kunnen doen. Dus we werken ook met z'n drieën, met mijn fotograaf René en Nicole, de styliste. En dan een van mijn kinderen, die helpt ook altijd mee. En dan, ja, we zijn echt wel een goed team nu geworden. Weer een boek verkocht. Mensen vinden het altijd wel leuk als ik er even iets inschrijf. Zo. Kunnen we iemand weer blij mee maken? Hierbij.